Ik wil niet hebben dat hij dadelijk zichzelf opblaast of zo. Stop voor staat aan, rij alsjeblieft niet door. Kikkeboe! Ja, dat dacht ik toch. Hier komen. Nee, het brandt nog. Gaan we ons eigen... Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP de Valmoor. En ja, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Dat heb ik al gezegd geloof ik. Met deze zonnige dag. Lekker weertje. Korte mouwtjes. Alles gereed. Kogelwerend. Of ja, steekvest / kogelwerend vest. Vuurwapen, pepperspray. Sticky bombs, altijd belangrijk. Brandblusser. Shotgun, ook niet te vergeten. Taser en een wapenstok en een zaklamp. De meeste daarvan hebben we niet nodig. We gaan in ieder geval even voertuigcontrole doen. Zo, alles doet het. Let's go. Turan 2011 vandaag. Gemaakt door Team MH, shout-out naar hun. En ja, mooie Turan sowieso. Hier staat nog een Volvo, moet ik binnenkort ook weer eens gebruiken. En de Turan 2016, ja, die hebben we natuurlijk de vorige video gezien. Als het goed is. Oh wacht, dit is groen. Nou, nu niet meer. Nou, boeiend. Voertuig voor mij heeft iets. Maar wat? Dat is de vraag altijd. We krijgen een persoon die wordt gezocht. Oké. Oké, ik ga even sneller maken. Ik zit op de snelweg. Ik kwam mijn kogel weer een vest aan doen, maar hij rijdt en hij zit op de snelweg. En dat wil ik even niet. Wat ik wou doen en wat ik jullie eigenlijk wou vragen, waardoor ik zei. Sorry meneer of mevrouw. Dat is, ik heb op dit moment dus de tatoeage. Als ik met korte mouwen een kogelwerend vest aan wil doen, het gevolg daarvan gaat zijn dat ik via het EUP menu kogelwerend moet selecteren, kogelwerend kort. Nou, die selecteer ik en wat dan gebeurt is eigenlijk alle settings die ik nu heb, bijvoorbeeld een petje, bijvoorbeeld een tatoeage, die verdwijnen. Dus, hebben jullie dan liever dat ik kogelwerend pak, vervolgens even verder ga zonder tatoeage, of dat ik kogelwerend pak, dat ik helemaal de moeite moet doen om die tatoeage weer te zoeken en dat is best lang, en weer erop te zetten. Of dat ik gewoon geen kogelwerend pak zoals nu. En gewoon volle snelheid op een vuurwapen gevaarlijke verdachte afga. Aangezien ik denk dat jullie het best leuk vinden als ik kogelwerend aandoe. En ik scheur wel lekker door het verkeer. Maar we gaan nu linkerbaan en we gooien even blauw erop. Dat verkeer naar rechts gaat of stil gaat staan ook altijd handig. Hè, joh. Hij wordt gevolgd door een onopvallend voertuig waarschijnlijk. Want we kunnen precies zien waar ze rijden. Dat betekent dat wij wel wat communicatie hebben. Om het maar even... Om dat er maar even van te maken. Ik wil het liefst de linkerbaan gaan rijden. Maar het gevaar is tot of de auto's stil gaan staan. Of gaan remmen. Of naar links sturen in plaats van rechts. Ja, en dan knal je er alsnog op. Hij rijdt hard joh. Want ik rij hard. En hij is gewoon 1,14 kilometer van mij vandaan. En hij loopt soms nog uit zelfs. Kijk, nu rijdt hij gewoon even hard als ik, want hij blijft stil. Zie je, die gaat hier wel stilstaan. Dat is toch ongelooflijk, hè, mensen. Echt waar, hij ook. En dan zeggen jullie weer dat ik onrealistisch rijd als het verkeer gewoon naar rechts kan. Daarom moet ik zo veel mogelijk links gaan rijden. Ik kom in de buurt... Blauw gaat eraf, dat is wel wat gevaarlijker. Maar in principe kan ik hem, als ik echt goed zou kijken, kan ik hem zien. En zou hij mij kunnen zien. Blauw gaat er weer op. Want ik zie dat hij hier naar rechts is gegaan. Hij rijdt echt hard. Dit is een verdachte. Oh, dit is hem wel een crash laatst trouwens. Hè? Dat is niet zo handig. Even afkloppen tot hij dat nu niet gaat doen. Een verdachte die zich... heeft gelinkt aan IS in het, ja, die
die is dus, hoe noem je dat, zo'n strijder die denkt van alles is beter als ik mensen vermoord of zo. Ik weet niet precies wat die mensen denken. Blauw gaat er wel even af. Dit kan een taak zijn voor het arrestatieteam. Dat het AT zegt van wij zeggen van we gaan hem thuis opwachten. Of we gaan hem volgen tot hij thuis is. En vervolgens rechts vrij nu. Het arrestatieteam erop afsturen, maar we zijn er nu. Ik moet even zeker weten welk voertuig het is. Ik moet echt even kijken, is het links of Veldser? Ik zie niet of het de eerste of de tweede is. We zien de eerste, hè? Ja, oké. Oh, 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 wat gaat hij doen? Oh, oh, een paal, ja, handig. Stop vooraan. Zo, en het bij mijn spoed. Oh, kut. 1202 OC, kom maar aan. Hij staat hier heel onhandig. Godverdomme. Het is toch ongelooflijk. Welke knop? Ik druk toch helemaal niks. Ja, nu gaat het er vandoor. Shit. Ja, het is een beetje faal van ons, maar mij. Maar hij is aan het komen. Hij gaat er nu vandoor. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de kruisstand. Energy erbij. We've got a code 99 in Richmond. Respond code 3. 1202 OC, we komen eraan. Oh, hij ramt mij. Ik wil niet hebben dat hij dadelijk zichzelf opblaast of zo. Want dan is Wim erbij. Ja, het redelijk gevaarlijke achtervolgingscirkel krijgt de Zulu erbij. Een bericht voor alle wagen. Om eventueel, als we hem kwijtraakt, om hem toch nog naar zijn plek kunnen volgen waar hij schuilt. Om daar toch de DSI of het AT erop af te sturen. Maar het gaat nu met hoge snelheid. Hij verliest de... Oh shit, er moet veel vuurwapen. Pak je vuurwapen, hand laat zien. Wat een chaos hier. Goed, je bent aangehouden, niet dan verplicht. Ik zou hem niet praten als ik jou was. Zit er achterin. Bek houden. Goed zo. Oké. Ik ga eens proberen. Ja, oké. Mooi. Ik heb ingesteld dat je niet meer via de G fouilleert en zo. Omdat als je met deze bezig bent, ga je met... Kijk, als je met deze bezig bent, ga je met G omlaag. Als ik dan hier sta en ik wil een kenteken of ik wil de controle van een persoon, dan wilt hij fouilleren. En dat is echt crashgevoelig. Dus dat wou ik eigenlijk voorkomen. Wat moet je nou allemaal? Loop eens weg, joh. Hebben we al transport? Nee, dat hebben we nog niet. Dat ga ik nu opvragen. We gaan de schade bekijken en dat is niet al te min. 12:05, ik ben onderweg. Ook heb ik weer dat witte puntje, zoals je ziet. Dat je precies kunt zien tot ik nu dat blikje zou raken. Ja, dat vind ik jammer. Ik wil zonder wit puntje. Altijd na een update, want dat heb ik laatst gedaan, is dat witte puntje er weer. En normaal krijg ik het weg, maar nu heb ik het niet weggekregen. Dus ik zal het binnenkort nog eens doen. Zo, wij zijn weer inzetbaar. De schade hier wordt opgelost door de gemeente. Oh, oh, en wij maken het nog een beetje erger. Attention all units, we've got a civilian in need of assistance in West Vinewood. Prioritje 2 naar een persoon heeft probleempjes. Vraagt om de hulp van de politie. 12 OC, ik heb zicht
Hoi, sorry, sorry, rustig. Dat is gehoord. Hoi, vertel. Oh, bedankt dat je er bent, erkend. Mijn buurman heeft me echt pissig gemaakt vandaag. Kan ik je vuurwapen lenen? Ik geef het terug, ik zweer het. Maat, ga naar huis, man. Oké. Okay. Ik ga je toch niet op in, serieus. Ja, goed. Ik kan hem niet beëindigen. Iets door met Ctrl-I kun je beëindigen, maar dat kan ik niet. Dus dan doen we het. Even denken. Zo. Als je daar nog een keer voor belt trouwens, krijg je bekeuring. Hebben we het niet gezegd. Maar bij deze. Wat een pannenkoek. Dat doen we toch niet zo. Zet ik met iemand ruzie heb, ga je niet de politie bellen. Met een onbekende melding tot de politie komt en vervolgens vragen of je zijn vuurwapen kunt lenen. Omdat je anders... om hem te gebruiken en hem morgen weer teruggeeft. Als je dat nou tegen de buurman heeft gezegd van ik ga hem neerschieten. Ja, dan kan hij aangifte doen voor bedreiging. Maar ik kan dit geen bedreiging noemen. En ik geloof niet dat dat mag. Goed. Wij krijgen prioriteit nummer 2. Voor een diefstal van brandstof. Omdat het nog in de tijd heterdaad valt. Zoals je hoort en ziet gaat de snelheid erop. En ga ik door rood rijden. Het is groen dus ik kan. Hier heb ik ook nog groen licht. Dat zou betekenen dat het van links en rechts niet gaat komen. Dan hoef ik ook niet daar rekening mee te houden. Nogmaals, altijd rekening houden of van links of rechts niks komt. Ook al heb je groen, links is vrij. Hier heb ik groen, dus kan ik gewoon doorrijden. Hier heb ik ook groen, dus ga ik links rijden en kan ik doorrijden. Hier heb ik geen groen. Hier ga ik hier rechtsop moeten, dus ik blijf hier even wachten tot het misschien groen wordt. Maar we gaan er tussendoor. We kijken links, die zijn aan het rijden. We wachten tot links stilstaat of weg is. Dat is het nu en dan kunnen we mee gaan rijden. Dan gaan we links rijden. Om vervolgens hier even te wachten of we groen licht krijgen. Dat krijgen we niet zo snel. Dan ga ik er links langs rijden. Zorg dat die auto geen last van mij heeft. Zorg dat de rest geen last van mij heeft. Hij kan er langs, hij kan er langs en ik kan er langs. Kijk eens aan, zijn we toch redelijk snel te plaatsen bij de melding die toch een eindje wegrijden was. En kunnen we hopelijk nog de verdachte die niet al te ver is gekomen aanhouden. Hoi, vertel. Ja, ik ken het verhaal. Oké, laat de beelden maar zien. Even koekeloeren, wat hebben we? Oeh, mooi bak, geloof ik. Kan niet goed. Is dat nou zo'n adder? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Waar is je heen? Daar zo? Oké, ik ga eens kijken, jong. Komt goed, hè? Hoi, hoi. De eerste beste adder die we zien kunnen wij een stopteken geven, want het kan niet missen. Zullen niet zoveel adders, oftewel Bugatti Veyrons, in het gebied rijden. Tenzij er een Bugatti Veyron bijeenkomst is. En kijk eens wat ik hier vind. Een Bugatti Veyron, oftewel een adder in de GTA taal. Adder is dus afgeleid van een Bugatti Veyron. En die, ja. Oh, ik geef even een stopteken. Stop voor staat aan. Stop voor staat aan. Rij alsjeblieft niet door. Oh, gaat hij er staan blijven. Kom, stoppen. Stoppen. Even komen. Nee, uitstappen alsjeblieft. Ik ga echt niet achter een adder aan. Uitstappen, goed. Zo, kijk eens mevrouw. Dat kan toch ook zo? U bent aangehouden voor diefstal van brandstof. Niet de antwoord verplicht. U vraagt om advocaat. Heeft u die zo te horen wel? Dan krijgt u die. Dan kun je daar contact mee opnemen. Zo meteen op het bureau. Voor nu gaat u naar het bureau. En uw voertuig ga ik hier parkeren. Mag ik daar ook eens in rijden? Zo,
Sleutels neem ik mee. Ga mee naar het bureau, collega. Kijk eens aan hier de sleutels van mevrouw, alsjeblieft. En ik zie u zometeen. U wordt eerst voorgeleid bij de hulpofficier van justitie. Ja? Het zal worden afgedaan met een boete. Voor een diefstal van brandstof. Waarschijnlijk de kosten van de brandstof. En negeren stopteken zal ook nog wat van komen. We gaan meteen door. We have a suspicious vehicle in Vespucci Canal. Units respond code 2. Links van mij is een voertuig, ongeveer de hoogte van daar zo. Die verdacht is, zou daar in het gebied waarschijnlijk zichzelf verdacht opstellen of rondrijden of weet ik het. Doe eens normaal. Oh wacht. Nu rechtdoor rij. En hier volle snelheid omlaag rij. En dan deze jump heel voorzichtig. Nee, ik neem geen jump, mensen. Kiekeboe! Ja, dat dacht ik toch. Hier komen. 12-01-13, 12-01-13. Stop voor Saddam. Status KFC, dankjewel. Dat is gehoord. Hallo meneer. Reden door een kant zet is het rijden met het algemene controle. Zal ik daarop houden? Want hij heeft niks verkeerds gedaan trouwens, hè? Goed meneer. Wat ik ga doen. Even bespreken met mijn vrienden aan de andere kant van de computer. Even hardop denken, hè. Voertuig zou verdacht zijn. Waarom heb ik niet meegekregen? Melder krijgen we blijkbaar niet te pakken, want ik weet nog steeds niet waarom die verdacht is. Ik kan hem niks maken verder. Hij mag, geloof ik, met dat ding rijden, mits er een kenteken op zit. Zit er niet op. Hij is ook niet verzekerd of iets. Dus ik laat hem in ieder geval niet verder rijden. Maar ik kan hem voor geen ander strafbaar feit aanhouden. Dus gaan we... ja, wat gaan we doen? Ik laat hem uitstappen, verder lopen. Voertuig laat ik je staan. Die mag hij komen ophalen met een andere auto of iets. Nou, wacht. Ik ga hem hier in ieder geval parkeren. Het bedrijf waar u voor werkt. Mag hem ophalen. Maar ik weet niet of je moet dat ding helemaal omhoog of helemaal omlaag. Nou, hier staat hij wel mooi, toch? Nou, wacht even. Zo. Ja? Zo. Dat is verhoord. En weg is hij. Ja, ik kan hem verder niks maken, denk ik. We gaan nog even door naar de laatste melding. Is goed geweest voor vandaag. Een bericht voor alle wagens. Ja, een ongeval met auto's. Prio 1, toestemming. Rijdt alsjeblieft Prio 1. Ik krijg een andere route door dan dit, maar ik ga hem via hier nemen. Oh, die staat in de fik. Afstand. Iedereen weg hier.
Oh, we hebben een brandblusser trouwens. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Oh, dat is veel wapen, nee. Pak die brandblut. Nee, dit gaat verkeerd. Doei. Is hij gestopt? Nee, brand nog. Gaan we ons eigen... Waarom ren ik erop af? Jammer hoor. Heel jammer dit. Nou, wij zijn dood. Maar wij komen uiteraard weer tot leven. Ik bedank iedereen voor het kijken. Hoop dat je een leuke video vond met Turan 2011. Moet even goed zeggen. En ik zou zeggen, tot de volgende over 2 dagen zoals altijd. Doei!